iedereen, ik ben Matteo de Klerk en ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je moet leren bunnyhoppen. De bunnyhop is een van de belangrijkste onderdelen van de cyclocross. Vroeger deed bijna niemand het en nu doet iedereen het. Je wint er vooral tijd en energie bij na de balken, zodat je dadelijk weg kunt demareren. Danny de Bie is ermee begonnen in de jaren 80 en Sven Nys perfectioneerde het jaren later. Mathieu van der Poel is er een echte meester in en is mijn grote voorbeeld. Ik ben 2 jaar geleden beginnen cyclocrossen toen ik 10 jaar was en had het redelijk snel onder de knie. Nu gebruik ik het overal, om over allerlei hindernissen, boomstammen en balken te springen. En zelfs over mijn papa. Om te starten met oefenen heb je niet veel nodig. Een stokje vol staat. Er zijn 2 manieren waarop je handen kunt gebruiken. De ene manier is hier in het midden van je stuur. Sommige mensen gebruiken dat, maar ik kies voor hier, omdat als er iets gebeurt in de koers, een valpartij of zo, kun je nog altijd je remgrepen gebruiken. Het eerste wat je moet kunnen, is je voorwiel van de grond krijgen. Dit doe je door je gewicht naar achter te brengen. Je doet als het ware een manual. Oefen dit een paar keer, en met een paar keer bedoel ik niet 3 keer, maar zeker 20 tot 30 keer. De volgende stap is om hoogte te winnen. Hoogte winnen begint al 5 meter voor de hindernis. Ik ga laag liggen met mijn lichaam tegen de buis en met mijn armen geplooid. Dan kom je omhoog met je armen en je heupen. Je maakt als het ware een sprong omhoog in de lucht. Je fiets komt dan vanzelf mee omhoog. Je hoeft helemaal niet te trekken met je klikkers. Je kunt het ook perfect zonder klikpedalen als je de juiste techniek gebruikt. Hoe hoger je je heupen van de grond krijgt, hoe hoger je gaat. Wat ook belangrijk is, is om je hindernis goed in te schatten op voorhand. Velen maken de fout om nog naar de balkjes te kijken terwijl ze erover aan het springen zijn, maar dan kan het wel eens fout aflopen. Stap 1. Lichaam naar beneden, armen gebogen, gewicht naar achter brengen en omhoog komen. Oefen dit verschillende keren alvorens over te gaan naar stap 2. Stap 2. De zweeffase. Wanneer je over de balk springt, verplaats je je gewicht naar voren. Door naar voren te leunen, komt je achterwiel naar boven. Dit lijkt vreemd, maar probeer het maar. Het werkt. Velen maken de fout om alleen met hun klikpedalen te trekken. Niet alleen riskeer je om uit je klikpedalen te schieten, maar je kunt ook nog eens over kop gaan als je het balkje licht raakt met je achterwiel. Eens het vlot gaat over een stokje, kunnen we hoogte winnen. Ik ben begonnen met 10 centimeter en heb zo opgebouwd tot 40 centimeter. Je hebt niet veel nodig. Ik maak de blokjes van 10, 12, 14 en zo verder. Als ik 10 keer na elkaar over 10 centimeter kon springen zonder fouten, ging ik over naar 12 centimeter. Soms moest ik 50 keer of meer springen over een bepaalde hoogte eer het 10 keer lukte. Stap 3 is het landen. Maak je niet te veel zorgen, dit gaat automatisch. Ik ben al lang aan het kijken naar waar ik ga rijden of wie ik eventueel kan voorbijsteken. In de wedstrijd bij de profs liggen de balkjes maximaal 40 centimeter hoog en 4 meter van elkaar. Bij de aspirantencategorie waarbij ik rijd, liggen ze spijtig genoeg maar 20 centimeter. Eens het je lukt, is de volgende stap om te oefenen om over 2 balkjes na elkaar te springen. Controleer je snelheid. Snel genoeg om te bunnyhoppen, maar ook weer niet te snel, zodat je klaar bent om over het 2e balkje te springen. Zo, ik hoop dat ik jullie iets heb bijgebracht over bunnyhoppen. Zet gerust in de comments hoe het is gegaan bij jullie en niet vergeten like en subscribe!